Op al die reizen die ik nu maak in Europa, zie ik hoe verschillend we zijn. Verschillende talen, verschillende culturen, verschillende gewoonten. En tegelijkertijd hoor ik alle zorgen van de mensen, die zijn precies hetzelfde. Zorgen over hun baan, zorgen over de klimaatcrisis, zorgen over een betaalbare woning voor hun kinderen. Zorgen over de spanningen in de samenleving en de haat die overal rondgaat. Zorgen over de wijze waarop vrouwen worden behandeld door uiterst rechts. Mensen dromen, net als wij, over een betere toekomst. Die kunnen we realiseren als we het samen doen als Europeaan. Ieder voor zich gaat niet meer. Dus samen de klimaatcrisis aanpakken. Onze oceanen weer vrijmaken van plastic. Samen ervoor zorgen dat grote bedrijven ook gewoon belasting gaan betalen. Samen ervoor zorgen, met de vakbonden, dat voor eerlijk werk ook een eerlijk loon wordt betaald. Samen ervoor zorgen dat er geen verschillen meer zijn in betaling tussen mannen en vrouwen. Samen ervoor zorgen dat discriminatie hard wordt aangepakt. Dat iedereen een plaats heeft in deze samenleving. Samen ervoor zorgen dat onze kinderen gewoon een betaalbare woning kunnen vinden en kunnen blijven wonen waar ze thuis horen. Samen kunnen we dat. Op 23 mei wordt er nu gevraagd naar de stembus te gaan voor het Europees Parlement. Ik merk, overal waar ik kom, dat de sociaaldemocratie weer de wind in de rug heeft. Ik merk ook in Nederland, we zijn heel dichtbij. We zijn er heel dichtbij om de grootste partij van Nederland te worden in het Europees Parlement. Maar dat hangt van u af. Stem daarom op 23 mei, Partij van de Arbeid.